Is it a bird? No. Is it a plane? No. Is het Lulu die straks niet meer de jongste is in ons huis? Want er komt een baby aan! Yay! Wauw. Ik vind het zwaar. Kijkertjes. Daar is ze dan. Het leek mij enig om een video te maken waarin we kunnen speculeren of de kleine peer, want zo groot is hij nu, ongeveer 17,5 week, geboren wordt als een jongetje of als een meisje. Ik wil eventjes zeggen dat de hele gender neutral situatie, we weten natuurlijk niet of dat jongetje geboren wordt als het een jongetje is. Of hij dan ook zoiets heeft van ja, ik wil ook een jongetje zijn. Of andersom, meisje en ik wil ook een meisje zijn. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er een geslacht aan zit, zoals het nu, ja. Lulu? Gaat-ie? Gaat het met jou? Gaat het met jou? Oh, de baby moet ook even uitdrukken. Ik kan dus niet wachten totdat... ik kan wel wachten. Zal het moeten. Maar dat de baby er is. En dat je dat voor het eerst zo zag je zo op de bank leggen of op de grond. Op het kleedje net aan Lulu zo een beetje gaat ruiken. En helemaal zo enthousiast wordt. Want ik heb het gezien op YouTube filmpjes. En dat lijkt me gewoon heel enig om mee te maken. In ieder geval. Er zit een geslacht aan vast. En dat houden wij een verrassing tot het moment dat het kind uit mij komt. Ergens rond de 38e en 40e week laten we hopen dat het ongeveer dan eruit komt. Dat lijkt me het beste wel. Het kan net iets daarvoor zijn. Frankie was ook wat te vroeg. 36 weken en 4 dagen, dus dan ben je nog net wel medisch. Maar deze boy was zo strong dat hij nog voordat hij volledig uit mij was, tot de helft ongeveer zijn romp, toen begon hij al... Dus toen wisten we, nou, jij bent in ieder geval volgroeid. In ieder geval je longen. Dus... ergens over een kleine 4,5 maand weten we het zeker. En vandaag ga ik er ongeveer 14, zeg ik dat goed? 12 doen testen. Misschien als we straks aan het tellen zijn, komen we erachter dat het eentje meer of minder is. Maakt niet uit. Maar we beginnen met de Chinese kalender predictor. Even zien. Mom's age at conception. Dat is toch wanneer ik zwanger ben geworden? Ja, zeker. Ik was 34. Ben ik nog steeds. De due date vullen we ook in. Eens even kijken. Om en erbij. Niet om en erbij. Ik moet het zeker weten doen. Oké. Dit zou het moeten worden. De 18e van juni hebben ze gezegd. Dan staat er. Oeh, spanning en sensatie. Wat is dit nou weer? One more push. Nee, dit is weer jammer. Ik ga een ander opzoeken hoor. Doei. Hier. Dit. Juist. Juist, Thomas. Eens even kijken. Links zien we de leeftijden van de moeder. Ik was 34. En de baby moet in juni komen. Dus dan staat er paars. Meisje. Ik doe alsof ik verbaasd ben. Alsof ik het al wist. Nee, weet ik niet. Maar ik neig dus heel erg naar jongen. Maar hier staat dus meisje. Oh, maand van de conceptie. Oh, niet uitgerekend. Oké. Okay. Ik ga stuk op mezelf. Ik heb dit nog nooit gedaan. Dus, en we gaan weer verder. 34 was ik. Maand van conceptie. Moet ik eerst googlen wat dat betekent? Dat is dat wanneer je toch... bevrucht. Dan waarschijnlijk september. Toch? Ja, oké. Okay. Alright. Je vergeet die dingen. Je hebt elkaar gewoon lief en je doet je kleren uit. Weet jij veel, meneer? Het gelukt is. Even zien. 34 en dan gaan we helemaal naar september. Ook een meisje staat hier. En weer ben ik verrast. In mijn hoofd? Ik weet niet. Ik zal uitleggen waarom ik dus denk dat het een jongen is. De eerste keer dat ik de baby zag op de echo, vond ik het ogen als een jongetje. Ik weet ook niet waarom, het is zwart-wit-grijs en het beweegt letterlijk alleen nog maar zo, als een soort van waaiangpop. En Resli die keek naar mij, ik keek naar hem en we liepen naar buiten en we zeiden allebei, volgens mij is het een jongen. Kan ook omdat we natuurlijk een soort van déjà vu kregen van 6 jaar daarvoor met Frankie Dean. Misschien bij jullie zoiets als je kijkt naar de foto dat je denkt, ja, dat zie je direct. Dat is een Mitchell. Of nee, ho ho ho, dat is natuurlijk een Melanie. Nobody knows till the day we know. Nou, in ieder geval... hier staat dus een meisje. Nou, leuk. Oké. Okay. 1 punt voor de meisjes. We gaan door. Op naar de volgende test. En we pakken weer een kalender erbij. Het is de Maya kalender. En de Maya's zijn...
Oh, ik had eerst dit moeten googlen voordat ik dit ging vertellen. We gooien het op de Preggers Brain. Volgens mij is de Maya-kalender de... Natuurlijk, dit wist iedereen en ik ook. Ik heb het heus niet net opgezocht en dat het nog open staat en dat ik kan spieken als ik het vergeet. Het inheemse volk van Mexico en Noord-Centraal-Amerika. Die hebben de naam de Maya's. En zij geloven in allerlei berekeningen die ze volgens mij in combinatie met astrologie doen. En ook spiritueel. Dat stond niet in Wikipedia. Maar dat zie ik wel bij de uitleg over de Maya-kalender en hoe die dus werkt. En wij gaan dat dus eventjes doen. Als volgt. Ze vragen age of the mother, time of conception. Dus daar gaan we weer. 34 was ik. En age, month of conception. Nou, dat is dus ook weer september. En wat moet ik dan doen? It's pretty simple, staat hier. If the number of the age and the number of the month... Oh, de maand is natuurlijk... Dus maand 09. Are both odd. Or even. The Mayan predictor said it's a girl. If the age is odd and the month is even, or vice versa, it's a boy. Nou, hier is de mijn naam, Sneakerplas, maar de maand is oneven en age is even. Dus dan zou het een jongen zijn, toch? Zijn dit nou goed? Oh my god, zoveel nadenkwerk. Nee, dit is, 34 is toch niet oneven? 34 is wel oneven. Want je 15, 50, 30 is oneven en weer oneven. Weer een meisje? Hé? Meisje. En ik heb zo vast op mijn jongensnaam nu gezet. Ik heb een hele leuke meisjesnaam hoor. Maar in mijn hoofd denk ik dat het is een jongen. Het voelt als een jongen. Ga voor een jongen. Want stiekem in mijn hoofd denk ik. Oh my god, strikjes en oorbelletjes. En... Maar het voelt als een jongen. Dus ga voor een jongen. Super cool. Nog meer voetbal. En schermbeschermers. En stank. In je wasmachine, want die dingen gaan stinken na een tijdje. Maar hier zeggen ze dus weer een meisje. Hey. Ik krijg straks mijn eigen lil... Dat zou je zeggen in de ghetto. Maar hier zeggen gewoon een lil baby on my team. Baby, we gaan de naam niet zeggen. Ja! Ja! Ik ben te snel. Dit is pas test nummer 2. Weer een meisje. 2 punten voor meisjes. If the age... Wow! Wow! Ik vind het moeilijk. If the age is odd and the month is even. Dus omgedraaid, precies. September maand 9, dat is zeker 4,5. Dat is dus odd. En dat is even, 34. Dus dan zeggen ze hier, a boy. En, oké. Okay. Punt verdelen moet even anders, jongens. 1 tegen 1. Yes, oké. Okay. Misschien had ik hulp bij het nodig. Ik zei, ik doe dit wel in mijn eentje. Des, jij hoeft er niet bij te zijn, maar... Voor de snelheid is het lekker als er iemand is die niet een week hersenkwapje heeft wat helemaal met de hormonen is gedrenkt. De volgende test gaat over morning sickness, waar ik best wel last van had. En ik hoor andere vrouwen zeggen, als je een tweede krijgt, kan je sneller... Ja, sowieso, je bent meer misselijk, je voelt je meer zwanger, et cetera, et cetera. En andere vrouwen of mannen, maar gewoon mensen zeggen ook wel... Oh ja, misselijkheid en puisten, dan ben je vast zwanger van een meid. Nou, ik had een paar meters op mijn rug. Het valt allemaal wel mee met hoeveel schoonheid van mij weg wordt genomen. Want dat zeggen ze. Als de schoonheid wordt weggenomen, dan krijg je een meid. Dat valt wel mee, de morning sickness is ook gestopt. Maar volgens deze theorie zou de man... Mocht deze ook ochtendsickness hebben, zou je een meisje krijgen. Wesley is in de ochtend nooit vaak misselijk. Wat ik gek vind, want hij poept iedere ochtend. En van die stank wordt denk ik iedereen misselijk, maar hij dus niet. En er staat ook, als de man aankomt, ook tijdens de zwangerschap met de vrouw, dan krijg je een jongen. Nu is Wesley aangekomen, maar ik denk dat dat ook te wijden is aan het vele thuiszitten. En hij is nu weer heel erg, omdat het nieuwe jaar en het afvallen... En nou is het niet heel veel, maar laten we zeggen 6 kilo eraan... Dan wil hij er ook vaak weer 8 kilo af. Dus, iedere een halve punt doen? Want het is aangekomen, het gaat er ook weer af. En hij is niet misselijk. Is het dan, moet je dan, neig je dan meer naar jongen? Omdat wel aangekomen, toch een beetje, open gaat het weer af. En niet misselijk, dus is dan de... Ik... Nou ja, dan neig ik wel meer naar jongen. Als ik gewoon helemaal pure theorie aanhoud, dan is het meer jongen. Ja, punt naar jongen. Extra punt naar jongen. We gaan naar de volgende test. Het volgende testje, sorry, maar ik heb trek gekregen ondertussen.
is van belang dat ik al het eten en drinken even aan de kant leg. Want thee weg is gevaarlijk. We gaan namelijk werken met ochtendurine. En ik had het vanochtend in dit bekertje gedaan, apart gezet. En Resti zei nog, ik dacht nog, iemand is zijn sap vergeten. Dit moet je niet doen. Dit moet je... Waarom doe ik het toch? Het ruikt niet heel vreselijk, maar het is wel gewoon urine. En niet die heftige van, hé, ik ben helemaal vergeten te drinken, maar dan doe ik één kopje koffie, die is heftig. Want dan ruikt het wel naar zo'n gekke put die open heeft gestaan in zo'n vreemd land. Waarvan je denkt, wat gooien ze hier in het riool? Sorry, ik nam weer een nootje. Asociaal, maar trek. En, oh, hé. Hey. Oh, vandaar. Niet in mijn urine. Dit infiltreert de test. Het is niet handig. Infiltreert is niet het goede woord, hè? Nee. Ja, dat is niet erg. Wat moeten we doen? Oké, een beetje. Ik heb een beetje gedaan. Gewoon een heel klein. Zo. Niet te veel, just oké. Nou, en dan als je er dan urine op zou doen en het gaat schuimen, is het jongetje. Zie je, net een laagje. Een beetje urine. Wat is een beetje urine? Is het gewoon ook gewoon 3 druppels of zo? En gooit wat. We weten allemaal, als ik dit nu ga gooien, dan gaat het zo lekken. En dat is irritant. Oké, we doen het gewoon. In 3, 2, 1. Een beetje. Wat gebeurt er? Gebeurt niks. Er gebeurt precies niks. Wat zegt dit nou? Dat mijn ochtendurine te oud is? Nee. Hè? Hier staat gooi wat urine. Niet ochtendurine, maar gewoon normale urine. Dit is wat oudere urine. Een paar jaar. Wow. Een paar uur oud. Moet ik nu opnieuw plassen en dan... We gaan deze test nog een keer doen. Oké. Ik heb verse urine. En een nieuw bekertje. Hier gebeurde niks aan de kant. Hier doen we weer een laagje. Dus als er nu niks gebeurt... Zou er dus, volgens deze test, zou dus een meisje geboren moeten worden in juni. Het is wel urine, sorry dat jullie dat zo expliciet moeten zien, wat ik net heb geplast. Maar ik had daarvoor al een plasbeurt gedaan. Ik weet dan niet of de urine zeg maar sterk genoeg is. Maar het is in ieder geval echt vers. Verser dan dit ga je niet krijgen. Dus schuimt het, jongen, doet het niks, meisje. Doe ik te veel? Het knettert niet eens. Er gebeurt niks. In ieder geval, puntje voor de meisjes hier, duidelijk. 2 maal, niet 2 punten, 1 punt. Hier kwam het toch echt uit. Er gebeurt niks. Hoe betrouwbaar is deze test eigenlijk? Net als met de kalenders. Daar gaat het niet om. We zijn lekker bezig. Ik ga mijn handen wassen. De volgende test is een beetje serieus, een beetje niet serieus, want er staat hier letterlijk gebaseerd op wereldwijd wetenschappelijk onderzoek met een knipoog. Inderdaad. It's for fun. En ik ga hier ook niet heel zwaar aan hangen. Eigenlijk aan al die testjes die ik vandaag doe, kan ik niet zeggen van ja, ja, ja. Nee. Want ik lees ook heel veel vrouwtjes zeggen, ik heb alles gedaan, het wees uit naar een jongen het meeste en ik kreeg toch een meid. Dus toch had je een of andere gekke asperge gegeten, dat je ochtendurine helemaal van de leg is. Je weet het niet. We doen dit gewoon voor fun. En dat zeg ik voornamelijk omdat, het loopt nog gelijk op, als je het mij vraagt. Oké, leefde je samen met de vader van de baby toen je zwanger raakte? Ja. En dat is, bedoel ik niet neerbuigend, maar ik ben aan het nadenken. Ja, nee, natuurlijk, ik leef al heel lang samen met de rest. Ja, hartstikke samen. Hoe vaak heb je seks gehad in de maand dat je zwanger werd? Oh, ja, minimaal 6 keer. Want ik denk zeker wel 2 keer, 3 keer in de week. Nou, 2 keer, dan kom je er ook 2, 4, 6. Minimaal 6. Toch? Ja. Ben je ouder dan 35? Nou, zeker niet. Bijna wel. Maar nu nog niet. Nee. Is de vader van de baby ouder dan 40? Nee. Stond je onder stress toen je zwanger werd? Nee. Ik weet wel dat ik de maanden daarvoor echt dacht, oké,
We hebben een missie, we moeten dit doen. En jij moet nooit meer, zeg maar, ja, voor jezelf iets doen. Zeg maar, vrije tijdhandelingen, mag niet meer. En je moet ook niet een biertje drinken bij je vrienden. En ik ging helemaal, krak, dat moet je loslaten. Het komt goed, het is me al een keer eerder gelukt. Dat zei Jennifer, het is jou al een keer eerder gelukt. Let it go, let it go. Dus, daarna was ik niet meer gestrest. Ik kan jullie vertellen, ik was zo ontspannen. Ik zat aan de wijn. Meerdere avonden, toen ik erachter kwam dat ik zwanger was. Daarvoor dus. Dus ik was heel relaxed. Niet zozeer door die wijn, maar ik was er niet meer mee bezig. Nee, ik was niet stressig. Heb je goed ontbeten met granen in de maand dat je zwanger werd? Hoe weet ik dat nou? Granen, waar zitten granen in brood? Ja. Ik ben wel een broodeter. Ik zeg gewoon ja. Heb je tijdens je zwangerschap last van ernstige ochtendmisselijkheid? Ja, in het begin had ik het wel. Ik heb gekotst. Ja, maar dit is het begin. Dus tijdens. Dit vind ik een gevalletje anders, want... Nou, ik doe gewoon ja, want het is wel gebeurd. Anders negeer ik het hele feit dat ik heb gekotst in een wasbak. Op kantoor waar collega's bij waren. Heb je geprobeerd af te vallen of op je gewicht te letten in een... Nee, zeker niet. Nee hoor. Nee, dat doe ik alleen als ik fanatiek sport. En de gyms waren toen nu nog steeds dicht, dus dan ben ik er niet mee bezig. Ik zit toch elastiek in mijn kleding, kom op jongens. Roken jij en je partner in de periode? Geen van beiden rookt. Heb je pittig gegeten en veel zout gebruikt in de maanden voor de conceptie? Pittig eet ik niet echt, maar ik hou wel van zout eten. Zoutje op mijn ei, zoutje op mijn vegetarische filet mignon. Zoutje op patat. Beetje zout op de gestoomde groenten. Maar is het veel? Ja. Weet ik niet. Als je het vergelijkt met een snackbar, dan gebruik ik waarschijnlijk weinig zout. Want ik ben niet echt super veel zout en ik eet ook niet heel pittig. Nee. Draag de aanstaande papa lekker. Of je dat lekker draagt. Strakke boxershorts? Ja, lekker strak. Je ziet alles. Ja. Wat is de uitslag? Niet iets invullen weer met adres en bla 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 bla. Op basis van je antwoorden krijg je een jongen. Uitleg. Oké, heel veel tekst. Oké, dat hoeven we ook niet te lezen. Bla 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 bla. Een jongen. Ja, wetenschappelijk met een knipoog. Ha. Extra puntje naar de jongens. Er zou ook enige invloed, invloed kan je kind niet hebben, maar er zou ook wat af te lezen kunnen worden van het gedrag van je zoon. Mocht je een zoon hebben, in mijn geval ja, heb ik, hoe hij zich tegenover mijn buik opstelt, interesse veel of nul interesse, dat zegt ook iets. Volgens, ik weet niet of het een oude mythe is of dat iets is wat super recent gebruikt wordt in daar op de wereld, ik heb geen idee. Dit is gewoon wat we vonden op het internet. En daar staat, mocht uw zoon interesse hebben in uw buik, wordt een meisje. Mocht hij totaal links laten liggen, wordt een jongen. Nou is het zo dat Frankie Dean interesse heeft in de buik, maar voornamelijk wat in de buik zit. Hoe groot is het nu? Want ik lees natuurlijk updates. En hoeveel centimeter is het dan? De rolmaat wordt erbij gepakt. En wat doet het al? Wat kan het al? En heeft de baby een tv in jouw buik? Want Frankie zegt, toen ik in jouw buik zat, had ik een tv. Vandaar de fascinaties voor filmpjes waarschijnlijk. Of mijn navel was eigenlijk gewoon een doorgat, luik, kijk, tunneltje. Ik weet het niet, maar hij heeft interesse. En hij heeft het vooral als ik me uitkleed. Want dan kijkt hij naar die buik, dan komt hij er zo op af. En dan kijkt hij naar die twee uiers. En die worden ook even gelift. Dus we neigen niet. Dan zou je hier zeggen, meisje. Nu zou een andere methode weer zijn. Kijk naar de haargrens van je kind. Toch van je kind? Of is het alleen van je zoon? Haargrens. Waar staat het? Nee, bij de haarlijn van het jongste kind. Nou, wij hebben nog maar eentje. Dus dat is ons enige kind. En ook dus testmiddel. De foto van Frankie's haarlijn aan de achterkant is hier. Hier zie je hoe die loopt. En er wordt gezegd, beweerd. Loopt het in een puntje. Dan zal het tegenovergestelde geslacht krijgen. In ons geval dus een meisje loopt het recht een jongetje. Dus heel, heel duidelijk, toch? Punt voor de jongens. Ik weet niet uit welk land
dit testje komt. Het betreft een kaartspel wat je erbij moet pakken. We schudden het even voor het gemak. En zou jij een rode kaart trekken, obviously, ladies. En een blakke kaart, dus de man. Waarom die verdeling van de kleuren zo is, want je kan ook een man, kan ook rood, want... Nee, het is logisch waarom het zo verdeeld is. Nou, we doen een tweede keer schudden. We doen een kleine hopse, flopse, flapsie. En dan trekken wij een kaart. Rood is een jongen, blakke. Nee, andersom. Nienke, focus, kom op! You can do this. Okay, peoples, I cannot see it. You can see it. I cannot. Here we go. Weer? Nee, niet weer. Een meisje. Yes. Nee, dat lijkt alsof ik een voorkeur heb. Oh, wat erg. Ik heb niet speciaal een voorkeur. Ik zou het gewoon leuk vinden als ik allebei zou kunnen mogen krijgen. We weten, een babytje is een wondertje. Maar we mogen dan wel eerlijk toegeven dat het zou leuk zijn als we dus strikje, oorbelletje, nagelak. Nou, oké. Al kan dat ook gewoon met een jongetje. Zeker onder zijn tweede jaar. Ze snappen nog niet zo heel veel van Barbies en auto's. Het is niet waar. Frankie was heel erg op zijn auto's. Ik kon hem een Barbie geven. Hij keek ernaar en gooide hem zo achter ze neer op de grond. Hij keek ineens hoe het landde. Het boeide hem totaal niet. Dus, meisje. 10. 10, 10, 10. Ik hoef niet 10 meisjes, by the way. Nee, alsjeblieft zeg. Wauw. Ik krijg hoofdpijn van mezelf als ik te lang praat. Dus laten we dat niet doen. Voor de volgende test moet je wat verse rode kool in een pannetje doen. De wende laten koken. Om vervolgens het afgekoelde gekookte sap op te vangen in een... Ongeveer. Zoveel als je denkt dat je ook aan ochtendurine kan opvangen en erbij doen. Want precies die hoeveelheid moet je samenvoegen om te zien wat het zou worden. Ik zet dit klaar. Morgen moet ik dezelfde hoeveelheid ochtendurine hierbij doen. En dan zien we wel welke kleur het is afhankelijk van wat de uitslag is van de test. En dan moet ik dit weer meenemen omdat ik hiermee moet gaan slapen. Ik moet hier, ik weet niet hoeveel, maar ik moet hier wat voor op mijn borst doen. Ik slaap altijd naakt. Mijn god zeg. In mijn naakje, dus ik kan het even niet op beeld doen, maar ik zal gewoon in mijn rug, maar in mijn rug. Op mijn rug, als een mummie, opgebaard. In slaap proberen te vallen. Salt on the breast. Ja, en dan kijken wat het doet. Dat wordt het er maar. De uitslag morgen is spannend wel. Nou, helemaal niet spannend, want... Tenzij nu twee keer van de een en hetzelfde geslacht is, dan gaan we echt kunnen zeggen van oké, anders is het gewoon twijfelachtig tot juni. Dus, hoe is het hiermee? Korrelig, maar droog. Dikke borsten. Dikke borsten, ja, maar die dikke borsten zijn wel... Ik had een keertje gevoeld, die zijn dik, joh. Ja, dik en zwaar. De uitkomst hier, de zouttesten, is een jongen. Het geslacht van de baby. Van, het zou vochtig moeten zijn, maar hoe kan zout nou vochtig worden? Daar zit melk in. Ja, dat is wel vochtig, dat klopt. Nou, goedemorgen. Laatste test. Ik ben echt moe, joh. Ja. Misschien omdat je ook niet doorslaapt. Als je gewoon niet s'nachts naar ons toe komt van, hoi, werd geplast, wat gaan we doen? Doorslapen. Gek van een maand. Alright, Frank, wil je deze test zien? Okay. Met het rode koolwater en dit is inderdaad mijn ochtendurine, verwarmd niet met verwarmde appelsap. Dat is jouw plas. Ja, zeker. De... Eels drinken, nee. Je hoeft ook niet. Oké. Kom gewoon in de buurt staan. Bobbel. Als het water hier paars wordt, wordt een meisje. Als ik het erin gooi en ik ga roeren en het wordt een beetje roze-rood, wordt het een jongen. Oké? Zijn we ready? Tot hier moet ik wat plas erbij doen. Dat is... Oké.
Oké. Welke kleur is dit, Frank, als je ernaar kijkt? Welke kleur is het? Rood. Nee, dat is niet waar. Paars? Ja, het is toch paars? Nee, maar ik voel gewoon dat het rood is. Ja, oké, maar dit zegt wel paars. Ik wil volgende baby, ja, allemaal jongens. En lekker voor de meisje, lekker in zijn eentje. Brrr.